Cornelius Rogger, welkom bij je eigen tentoonstelling in Hof 88 in Diego. Wat is eigenlijk de essentie van jouw werk? Nou, een van de belangrijkste dingen is dat ik door mijn ouders opgevoed ben als theosoof. Tot ongeveer 11, 12 jaar. En toen heb ik dat geloof buitenboord gegooid. Maar het is altijd zo, waarin je op wordt gevoed, is het altijd zo, er zwemen blijven hangen. Wat is theosofie? Theosofie, dat is berust op het boeddhisme. En dat betekent vooral geen oorlog, geen wraak. En dat zie je ook, dat je bij de islam zie je dus veel aanslagen. En mensen die zichzelf tot ontploffing brengen. Maar bij de boeddhisten, die doen dat nooit. Jouw tentoonstelling heet Te vuur en te zwaard. Kan je daar iets over zeggen? Het vuur is het hemelse vuur. Dat is dus die enlightenment in de Engelse term. Oftewel de verlichting. Het vuur is een verlichting om de geest helder te maken. En die is, wanneer de gewone mens dat niet binnen bij zich laat komen, is het zo dat hij duf van geest blijft. Je bent nu 83. 83 pas, hoe zie je de toekomst voor je? Nou, ik moet de eerste 20 jaar nog doorgaan tot een enorme explosie van de allerlaatste werken die ik nog ga produceren. En ik heb een heleboel werk op stapel staan in mijn werkplaats. Dus ik moet nog 20 jaar door. Ik heb twee ateliers. Eén is in Amsterdam, heb ik een inpandige kerk. Ik zal niet zeggen waar dat precies is, maar het is inpandig in de binnenstad. En dan heb ik een atelier in Hal en dat is een plaatsje bij Zutphen. Ja, het is gekocht als een ruïne dat gesloopt zou moeten worden. Dus wij kregen het haast gratis. De bakstenen vielen haast om, maar we hebben met veel geld wat ik toen had, omdat ik toen een opdracht had in Leeuwarden, bij het ziekenhuis daar. Daar staat een mooi, prachtig beeld van mij. Een blauwe piramide. Wat zou jouw levensmotto zijn als je daar zo over nadenkt, terugkijkend en vooruitkijkend? In elk geval nooit roken. Dat is het slechtste wat er is. Heel bescheiden in het leven staan. Niet te veel vlees eten. Eerder vegetariër dan zoals de boeddhist is. Heel goed. Dus heel bescheiden op de achtergrond staan. Daarom is het zo dat ik heel weinig ook in de Nederlandse pers kom. Bijvoorbeeld krant als NRC Handelsblad heeft in 60 jaar nog nooit over mij geschreven. En dat heeft te maken dat ik mij afzijdig houd. Je hoort tot de grootst levende kunstenaars van deze tijd. Hoe verklaar je dan die bescheidenheid? Nou, het is geen bescheidenheid, maar het is dat je weet waar je plaats is. Je bent een uitvoerder van werken, je bent een producent. Dus je staat op de zijlijn en je levert producten af aan degene die je ervan houden. Dus dat is je criterium. Je maakt eigenlijk je werk voor liefhebbers. Ja, voor liefhebbers, maar daardoor is je bent een vakman. En de vakman die staat altijd opzij van zijn product. Oké, dankjewel.